Fightpress.nl, we zijn hier met de nieuwe champ. Vijf rondes. Wat vond je ervan? Ik vond het goed. Mijn gameplan was om de tweede ronde eruit te slaan. Maar op een gegeven moment zag ik bloed. En toen dacht ik, weet je wat, hoe meer bloed, hoe beter. Dus ik dacht van, weet je wat, als die knock-out valt, dan valt hij zo niet. Gaan we gewoon door met verbouwen. En dat heb ik gedaan. Je hebt hem voornamelijk proberen af te houden met een linker directe, zag ik vaak. Klopt. Hij kwam met een linker directe, maar tegelijkertijd uitstrekken. Ja. Zij liepen steeds op. Dus in principe heeft hij gratis een jab gekregen, want zijn gameplan was volgens mij wat hij zei dan als hij aan zijn woord heeft gehouden. Om naar voren te komen, mij geen meter afstand te geven. Ja. En daar heb ik ook wel op getraind, omdat ik dacht van ja, scheelt mij energie, je komt ze toch halen. Ja. Dacht ik, weet je wat, dan gebruik ik gewoon één wapen en dat is die jab. Makkelijker kan het niet. Hoe voelde je vandaag? Je oogde fit. Ja, ik voel me echt fit en dat komt namelijk door Jordan Kroon. Hij heeft me echt goed begeleid om mijn gewicht te halen. Ik heb het gehaald zonder wake-up of afvallen, sauna, troep, onzin. En Hakim heeft me daarbij ook heel goed geholpen omdat ik dagelijks met hem was. En zijn manier van eten was gewoon op echt op topsporters niveau. Dus we aten alleen maar gezond. Dus ik had dit keer echt geen moeite met mijn gewicht te halen. Geen kreeft dan zo? Nee man, nog niet. Dat komt straks wel. Want ik heb het niet gezien, maar ik hoorde dat jullie al 4 keer duurder kwamen man vandaag. Vandaag was een beetje vervelend. Ja, kwamen vervelend aan. Het komt door deze man. Hij heeft een nieuwe auto gehaald. Wat voor dus, eigenlijk? We praten niet, dat is beter hoor, Dus man. Hij heeft me verrast en heeft me begeleid naar het gala in topprestaties zijn we gekomen. En we gaan ook in topprestatie weg. En voor de rest, wil ik gewoon iedereen bedanken die er vandaag was en die in mij geloofde. Want ik weet 100% dat 80% van de mensen die hier waren, mij wouden zien verliezen. Dat weet ik gewoon. En ik hoop dat jullie goed hebben betaald voor jullie kaartje. Veel hebben gedronken vandaag. En dat jullie met een goed gevoel gaan slapen. Want wij gaan echt met een heel lekker gevoel slapen. Ga je gelijk slapen of ga je nog even... Verrassing. Bolle Bof is er. Osha Dix is er. Yellow is er. Dus ik denk dat het feestje vandaag... Vergeet onze miljoenen hit daar niet. Miljoenen hit. Fusani TV, Hisham, Luis, Hakim, Bim, Abdus, Bayon, iedereen. Bayon! Bro, jullie mogen allemaal op elkaar komen. Sowieso, we zijn hier vandaag in Den Haag. Het was een mooie dag. Allemaal Amsterdamse hier zo. Ik voel me een beetje overwhelmed. Maar geen stress. De titel is binnen. Binnenkort weer een nieuwe tegenstander. En die same lip. Hij zegt dat je hem 2 keer hebt ontweken. Je zegt allemaal Amsterdam, je doet juist werk niet? Ja. Rotterdam, hè? Rotterdam, hè? Rotterdam, hè? Sorry! Toronto! International! Ja, wij hebben dat niet. Same leer. 2 keer ontweken, broer. Ik had een blessure. Ik ontwijk niemand. Ik denk dat ik tegen grotere namen heb gestaan dan Andy Same. Dus waarom zou ik hem ontwijken? Betaal! Ik ben geen prijsvechter, maar als die check goed is, vergooi ik dit in het spel. Zo niet, ja, dan vecht ik gewoon een losse partij. Ja, toch? Stevig. Oh.